geen buitenspel. Geen buitenspel. Surelevi alleen. Nijholt bleef hangen. En nu staat Wim Kief. Die staat wel buitenspel. Kief, 4-1. Achterin Schoenhaker. Doelpunt is daar. Kieft. Kieft brengt de stand op 1-1. Geen buitenspel. Kieft vrij. Helemaal vrij. Naar de pas van Jesper Olsten. Wim Kieft. Dat wordt 2-0. Ja hoor. Stukken kansloos. Ophof. Kieft in tweede instantie op de paal en dan goal. Eindelijk dan weer een doelpunt voor Willem Kieft. Zit er niet altijd mee. Nu dan wel in deze situatie. Kieft scoort. Het is wel raak. 4-1. Kieft. Met Haaien. Even die versnelling. Cruijff, Lerby beweegt. Cruijff gaat door. Kijk eens op de lat met de buitenkant. En dan Willem Kieft. Ja, wat moet je daar nog aan toevoegen? Kijk eens wat hij nou weer doet. Hij gaat en heeft die bal aan de linkerkant van zijn lichaam. Dan rechts met het buitenkant. Havenaar staat een metertje of twee voor de goal. Op de lat. Kieft. En 9-1. Hamberg snel aangespeeld, Jesper Olsen. En vrij loopt Wim Kieft. Olsen. Te zacht aangespeeld, vindt Kieft toch. Nog altijd Kieft met het linkerbeen. En een prima goal van Kieft in de 30e minuut van de tweede helft. En het is 6-0 voor Ajax. Søren Lerby. Kieft. Goede bal van Lerby. Kieft. En een goal. 2-0 na 20 minuten. Wim Kieft.